Zoals jullie in de vorige video al hoorden, begint mijn verf inmiddels een beetje op te raken. En niet alleen mijn verf, dus het wordt tijd dat we weer eens gaan shoppen en dus ook voor een shopvlog. Maar voordat we naar de winkel gaan, ga ik eerst even kijken wat ik nog heb liggen. Want ik ga niet weer dezelfde fout maken als vorige keer en dat ik weer precies dezelfde Posca koop en dan weer dubbele heb, zeg maar. Dus we gaan ze dit keer checken. Goed hè? Ben je trots op mij? Want ik heb er niet mega veel of zo. Dit zijn degenen die ik heb. Maar ik wil niet weer in de winkel uren twijfelen. Heb ik hem nou wel? Heb ik hem nou niet? Dus dat ga ik eerst even opschrijven. Ik ga heel veel checken welke verf ik heb en welke ik per se graag opnieuw wil. En dan gaan we naar de winkel. Tada! Kan het niet weer misgaan. En nog even mijn verf erbij. En dan heb ik gewoon een boodschappenlijstje. Maar dit is een anti-boodschappenlijstje. Anti-boodschappenlijstje, ja. Ik weet nu al dat ik deze ga vergeten. En dat ik zo meteen in de winkel hem weer niet mee heb. Gewoon. Wat denk jij? Maak een foto met je telefoon zo. Oh, zo slim. Waarom ben je zo slim? Ik heb een foto gemaakt, dus dit kan hier blijven. Maar goed. Ja, dat was echt, een briljant idee. Kom, we gaan naar de winkel. Moet je kijken, wat een goor weer. En Mila die gaat ook gezellig met ons mee, want die hoeft niet naar school vandaag. Wel leuk, ik vind het wel leuk dat je meegaat. Ondertussen te zoeken naar mijn telefoon, die zat blijkbaar in mijn kontzak. Nee, hoor. Dat heb ik altijd. Is dat raar? Dat is echt debiel. Is dat debiel? Maar ik haal hem nu uit mijn kontzak. Waar moet ik hem dan bewaren? Let's go! We zijn er! Maar dan hoef ik dit niet buiten te doen. Ja, de regen. Precies. Die arme Miele zat al te wachten. Schiet nou even op. Ja, de arme ik ben kind zat al buiten. Ja, jeetje. Rennen, hup, oh nee, dikke flas! Oh! Oh, sorry. Dat wist ik. Welkom in mijn allergrootste favoriete knutselwinkel. Knutselwinkel? Artshop, hoe noem je dat? Winkel. We gaan hier heel veel halen. Hey. Kijk. Nou, dat is dat leuk. Dat is leuk. Dat is een warm welkom. Ja, ligt daar in de winkel gewoon het Creachick Besties boek. Hoe leuk. Dit is het nieuwste boek dat ik heb uitgebracht. Het is een boek waarin je creatieve en leuke opdrachten kan uitvoeren, maar niet in je eentje, maar met al je besties. Met elkaar en over elkaar. Die je dan in dit boekje kan bundelen tot één boek vol met herinneringen, foto's, verhalen en allemaal leuke challenges. Te koop in elke boekhandel in heel Nederland en België en ook in de hobbywinkels, zoals deze. Dan gaan we nu verder met shoppen. Maar eerst verf. Kom. Maar dit is olieverf, dat moet ik niet hebben. Nee, ik zit nu verkeerd. We moeten... Denk helemaal achter in de winkel is het volgens mij, hè? Hier moeten we wezen. En niet deze. Die wordt niet zoveel gebruikt. Ik vind de achtergrondkleur zo depressief. We gaan voor deze. Mijn favoriet. We hebben hele harde airco hier trouwens. Die buff trouwens heb ik nog genoeg. Heb je dit ooit voor nodig gehad? Buff titanium heet die. Jij krijgt buff. Gadverdamme, nee. Ja, doe maar. Die hoef ik niet mee te nemen. Kijk, een nieuwe wit. Jij mag ook wel wat leuke kleurtjes voor me uitzoeken. Ja, zoals deze lichtroze vind ik ook heel mooi. Ik heb deze uitgekozen voor jou. Ja? Kijk, deze. Die vind ik heel fijn. Lampen zwart. Ja, je hebt ook ivory zwart. Maar ik weet niet zo goed. Die is nog zwarter. Ja, die ziet er wel zwarter uit. Gaan we voor ivory zwart dit keer dan? Ja. Zwart! We kunnen ook van die grote potten meenemen. Dan heb ik ook niet meer zo dat ik het hier loop te knijpen en dat het dan zo... Maar hoe gaat dit open dan? Gewoon zo. En dan heb je meer. Weet ik niet. Hoeveel milliliter? 500. Oh, dit is 120. Oh, dat is heel veel meer. Dan hoef je nooit meer terug te komen. Dit is de laatste shoplog. Oké, we kopen gewoon dit hele schap. Dat zijn wel leuke kleurtjes. Want dit is wel... Nee, het is hetzelfde. Het is gewoon een grotere versie van dat. Maar ik moet dit ook ergens bewaren. Hè? Ik weet niet hoe groot mijn studio is. Straks heel groot. Ja, maar nu kan ik dat echt nog niet kwijt. Dus nee, dat doen we niet. We komen een keer terug en dan kopen we het hele schap. Als ik ooit ruimte heb, inderdaad, ga ik deze allemaal neerzetten. Dat vind ik echt superleuk. Maar nu ga ik gewoon even van deze heel veel leuke kleurtjes uitzoeken. Ja, lief zijn die, hè? Die zijn heel klein. Laat eens kijken. Die heb ik ook, hè, thuis. Die mag jij wel hebben, trouwens. Oké, nou, ik neem de grote broertjes ervan. Neutraal grijs. Ik meng altijd gewoon zelf grijs. Nou, die bronskleurtjes en die neonkleurtjes, die heb ik nog genoeg van vorige keer. Dus die laten we vandaag hier. Goed? Die gebruik ik niet zo vaak. Ik neem nog even één extra wit en zwart mee, want die gaan zo hard op altijd bij mij. Ik heb nog een hele mooie groene, dan is mijn lievelingskleur. Oh, nou pak maar. Nee, Jorik. Is die er niet? Oh nee, dat is... Oeh, meme. Oh, dat is mijn lievelingskleur. Is dat jouw lievelingskleur? Sinds wanneer is dit jouw lievelingskleur? Nou, dan nemen we hem mee voordat het jouw lievelingskleur is dan.
Het is ook wel een keer leuk dat we van die graffiti art gaan maken. En dat we dan allemaal van die spuitflessen. Het lijkt me heel moeilijk, want dat heb ik echt nog nooit gedaan. Maar het lijkt me wel tof. Oh ja, en dit? Dit moeten we eigenlijk ook een keer doen. Kijk. Dat we een keer een challenge doen en dat we dan allemaal van die schoolverf halen, van die schoolgouache. En dat we gaan kijken wat we daarmee kunnen maken. Kijk. Maar dat doe ik niet nu. Nee, maar kijk maar wat je er eigenlijk ook mee moet doen. Ook nog meer ideetjes. Kijk, dit is schoolklei. En dan ga je eerst wat kleien met dat schoolklei. Dan ga je het kleuren met schoolverf. Dat is wel echt een heel leuk idee. En dan denk je het schets met school. Is dit waar ze dan met zo'n ijzerdraadje zo doorheen gaan? Dat vond ik leuk. Ja. Ik werd echt allemaal lelijk wat ik maakte, maar ik vond het wel leuk. Gaan wij een keer samen doen. Gaan we een keer samen met die klei? Nee, maar doe wel maar nu. Maar niet nu. Kom. Maar het is wel echt een leuk idee. En dan gaan we het inderdaad schilderen met deze verf. Maar welke dan? Die met de poppie? Ja, dat gaat school. Ja, dat is waar. Lekker. Ja, dat is niet echt school. Ja, die hadden wij volgens mij vroeger op school altijd, deze. Ik kom er niet onbekend voor. Maar dit ook niet, overigens. Oké, next, doei. Next. Ik heb dit vorige keer helemaal niet gezien dat ze dat hier verkopen. Nee, we kwamen alleen maar voor de verf natuurlijk. Ja, maar nu heb ik zin om te kleien. Maar ik kan helemaal niet kleien. Maar ik zeg, ik maak alleen maar lelijke dingen. En hoe lang blijft het goed? Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat het weken in je kast ligt op te drogen. Oké, impulsieve aankoop. Ik ga erover nadenken. Laat ik het niet doen. Wat goed, dat ben ik verstandig vandaag. Ja, ja. Dat we gewoon zo'n lila ook hebben als ondergrond. Maar hij moet wel echt heel groot wezen. Is dat groot genoeg? En dan doen we een lila en een roze. Maar ook een witte voor als ik toch niet een kleurtje wil. Dat canvas, dat is groter dan dat jij bent. Daar zou je gewoon bijna... Ja, maar echt, serieus. Dan kan ik jou omlijnen. Dan kun je een heel milaantje gewoon op. Dat is wel een beetje... En als we omtrekken, dan... Is het wel een bijzonder schilderij. Moet ik nog van deze meenemen? Ze worden vast wel gebruikt. Ik heb er nog wel een paar hoor, maar die zijn kleiner. Deze zijn ietsjes groter. Nou, doe ik er echt maar twee, want ik heb er niet superveel van nodig. Gaan we hier iets moois van maken. Als jij het zegt. Want je zegt we. Ja, één voor jou en één voor mij. Ja, dat bedacht ik al. Ja, ja, ja. Tools. Oh, dit ding is zwaar. Voor beeld houden. Oh, dat. Dit. Liefje. Wil je dan ook zoiets aandoen? 100%. Dat wordt mijn nieuwe cosplay outfit. Ik heb dit allemaal niet nodig. We gaan naar de tekenafdeling. Kom. Kijk. Hoe je allemaal van die manga meisjes tekent. Als ik dit meeneem, dan wordt die denk ik gejat door Emily. Wat denk jij? Ik denk het ook. Ik ga hem meenemen. Ik ga in ieder geval... Is dit de laatste? Ik weet niet. Dus denk ik gewoon een nieuwe verpakking. Maar ze hebben inderdaad ook groot. Ze kunnen ook zeggen van we nemen een hele grote mee. Dan kan ik ook een keer echt van die A3 tekeningen maken. Voor de mensen die denken, waar gebruik je dit voor? Dit werkt echt super lekker als je met alcoholmarkers kleurt. Tipje. Oh, dit is echt cute, maar kijk hoe raar dit is. Ja. Ja. Het lijkt wel een soort van linnen. Zie je dat? Dat is raar. Ja. Dit! Is dat een papier? Nee. Dit heb ik dus echt pas laatst ontdekt. Dit zijn van die vellen. Die kan je dus gebruiken als palet, maar dan hoef je het nooit schoon te maken. Dus dit kan je gewoon afscheuren. Dus dan kan je hier je verf op doen, dan scheur je hem eraf, pak je weer een nieuwe. Ja, maar die is bijna op. En ze verkopen het hier, in het klein en in het groot. Daar ben ik heel blij mee. Dus die nemen we mee. Ja, dat hebben ze dus ook. Ik zou ooit die hele Posca-collectie wel helemaal compleet willen hebben. We kunnen nu precies zien welke ik heb en welke ik dus niet nodig heb. Nu weet ik dat ik deze moet hebben. Kijk. Dat is nummer 1. Lila heb ik, maar die hebben ze nu hier niet, dus dat komt goed uit. Uh-huh. Nee, want dit is geen lila, dit is lavender. Die heb ik niet, die wil ik heel graag zelfs. Dit is giallo. Oh nee, gewoon sunshine yellow. kijk maar de verkeerde taal. Nee, kijk, die heb ik niet, Mim, die wil ik wel graag. Kijk, maar deze heb ik denk ik wel. We hebben ook deze oranje. Oh, nee, nog. Nee. En deze twee moet je hebben. Dat is ook nog weer een andere kleur dan die. Met glitter. Hebben ze met glitter? Glitter. Glitters! Oh, nee. Oké. Okay. Ik heb roze glitter. En hier hebben ze ook alweer hele mooie kleurtjes van, hè? Maar over het algemeen neig ik altijd meer naar deze dikte. Alleen ik gebruik elke keer deze omdat ik hier alleen maar kleurtjes van heb meegenomen vorige keer. Nu twijfel ik, hè, of ik niet deze dikte wil. Maar ik ga niet van allebei alles meenemen. Waarom niet? Nee, dat vind ik overdreven. Ik vind deze echt heel leuk. Die hebben als het goed is een schuine punt. Kijk, die hebben zo'n hele blokpunt. Dan maak je even die hele dikke lijnen en strepen mee. Die wil ik wel mee in het zwart. Dan doen we het voor nu gewoon zo. En als ik spijt krijg, gaan we terug. En dan gaan we ook deze halen, goed? Ik zou gewoon die ook nu halen. Nee. Kijk, het is van die bescherm...
dinges voor over je acrylverf heen. Maar dan in spuit. Waar ga je dat doen? Ja. Ga je dat dan binnen zitten spuiten? Nee, je moet dan buiten. Dat is altijd weer het nadeel, hè? Maar dan heb je hem wel streeploos. Kijk, daarboven hebben ze die clear lekker gloss. Is die lekker? Dat weet ik niet. Maar is dit... staat er wel op. Het is wel lekker. Transparante lak. Gloss, staat het erop? Ja, maar ik moet toch even kijken of dit zomaar over... staat het toch? Jeetje. Ik moet toch kijken of dit zomaar over alles heen kan ook. Wat niet weer dit. Niet weer dit. Je zit altijd hier. Ja, maar dit is het leukste pad, want hier heb je allemaal dingetjes. Maar kijk, ze hebben hier ook... Ik ben ink. Sorry, ik ben even niet op het woord. Ze hebben hier van die ink. Als ik dan een keer meedoe met Inktober, kan ik het ook echt maken met ink. 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 Zullen we dat meenemen? Nee. Oké, nou, ik denk dat ik genoeg heb gehaald. Ik heb mijn kar vol. We gaan afrekenen en dan ga ik jullie thuis laten zien wat ik allemaal heb gehaald. En dit is wat we hebben meegenomen. En dit stapeltje nog hier zo. Dus valt mee. We hebben wel eens volgens mij meer gehaald. Nou, dat ga ik niet laten zien. Oké. Nou, we hebben één saapje gekocht. Ik heb een saapje. Nee, niet hierop gaan staan met je vieze, vette teentjes. Allereerst deze grote vellen. Ik film heel vaak natuurlijk van bovenaf. En dan leg ik er altijd een poster neer ondersteboven, want die is mooi wit. Maar dan wilde ik dus gewoon vellen meenemen die heel groot waren. Kijk, zodat als ik dus van bovenaf film, dat het gewoon mooi en schoon is. En als het dan vies is, dan gooi ik het weg en dan haal ik gewoon weer een nieuwe. Maar ik wilde ze ook heel graag in kleurtjes. Dus ik heb nu ook paars en blauw en roze. Dit ziet er echt al super leuk uit. En dan zoom ik nog iets meer in altijd. Kijk hoe leuk dit staat. Ja. In het paars. Oh, dat is best wel leuk. Zo in het blauw. Of dus in het roze. Ja, en dus gewoon wit. Dat is gewoon wat jullie gewend zijn. Dit gebruik ik eigenlijk altijd. Maar dat dus. Tasje nummer 1. Hierin hebben we deze dingen zitten. Oh, we hebben zoveel leuke dingen gekocht. Oké, allereerst dit boek. Echt, ik wou dat ik zo kon tekenen. Dit vind ik zo mooi. Ik ga hem even laten zien aan Emily. Emily, ik kwam in de winkel iets tegen waarvan ik zeker weet dat jij het gaat jatten van me. Kijk. Ja, dat dacht ik al. Zitten allemaal van die tutorials over hoe je van die manga poppetjes kan maken. De ogen, de haren, maar dan echt van deze. Die hele Stray Kids boyband. Ik weet niet of het moeilijk is, maar ik vond ze zo mooi dat ik het heb meegenomen. Oké, nou goed, dat boek dus met heel veel leuke dingen. Ik vond het echt een heel gaaf boek. Ik heel mooi boek. Ga hier eens eventjes wat tijd in steken. Dus deze moest mee. Ik heb heel veel van het Bristolbord meegenomen. Hier kleur ik dus altijd heel graag op met alcoholmarkers. En dus ook in het supergroot. Al vraag ik me af of ik die heel snel ga gebruiken. Dit vond ik dus in mijn kastje. Sindsdien, als ik ga schilderen, gebruik ik dit altijd. Ik doe hier altijd mijn verf op. Ik zal het even openmaken, dan kan je het zien. Kijk. Het zijn van die hele gladde, glanzende papiertjes. Heel dun ook, kijk maar. En die kan je dus gebruiken om gewoon je verf op te doen. Dan trekt het er ook niet helemaal doorheen, want dat heeft echt zo'n laagje. En dan heb je daar gewoon je verf op. En als je dan klaar bent met je verf, dan scheur je hem eraf. Dan gooi je het weg en dan is het weer schoon voor de volgende keer als je gaat werken. Nou, dat is voor mij heel fijn, want die van mij zijn altijd smerig. En ik vind het altijd vervelend om ze schoon te maken. Dus sinds dat ik dit heb ontdekt, ben ik zo'n gelukkig mens. Ook niet gesponsord. Niks in deze video is gesponsord. We hebben hierin... Oh, dat vind ik zo leuk. Tada! En echt één zo'n random dikke. Maar ik denk dat ik met zo'n zwarte heel blij ga zijn. Maar ik heb nu eindelijk van die kleintjes gewoon... heel veel verschillende kleurtjes en ik had er maar 5. Ik heb ook goud en zilver. En glitter. Zullen we kijken hoe die eruit ziet? Oké. Oeh. Kijk hoe dekkend. Hier, paarse glitter. Zou je die glitter echt heel erg zien ook? Meer metallic denk ik dan glitter of niet? Nee, want je hebt dus ook Posca Metallic. Dus dat zal toch weer anders zijn dan Posca Glitter lijkt mij. Kijk maar, dit is Posca Metallic die ik hier zo heb. Metallic? Metallic? Oké. We gaan verder met de video. Hij is nu nog heel nat. Het duurt wel echt heel lang voordat hij droogt. Kijk, die gouden die is helemaal droog. Dat gaat vet snel. Deze glitter die blijft hem toch lang nat. Ik ga jullie zo laten zien hoe die glitter eruit ziet. Maar ik wil deze zien. Die is echt zo ontzettend groot. Die is echt enorm. Oh, maar als je daar muurschilderingen mee maakt. En dan deze grote zo... Maar ik dacht dat hij zwart was. Ja, wacht. Geduld. Hij komt niet. Misschien duurt het gewoon ook heel lang omdat hij zo dik is. Dat zou toch kunnen? Oh, daar komt iets, daar komt iets, daar komt iets. Kijk. Oeh. Dit is wel nice hoor. Oké, hier ga ik op mijn schilderij denk ik echt wel een keer heel blij mee zijn. Als ik nu die bouwmarkt challenge had gedaan. En dan dus niet van de bouwmarkt. Maar ik had dus al die letters moeten maken, die Japanse letters die er stonden. Dan was ik hier echt heel blij mee geweest. Dan had ik zo
vet mooi strak kunnen maken. Kijk maar. Maar dit is dan de Halloween versie. Dat je dan net zo'n dat soort letters hebt. Hij moet nog een beetje iets beter dekken, zeg maar. Maar ik denk als ik hem dan aan het gebruiken ben en even iets meer erop duw, dat het goed gaat. Ik denk dat ik hier heel blij mee ga zijn. Ik vind hem in ieder geval heel tof. Oké, nou, ik ga niet alle kleurtjes testen, want ik neem aan dat jullie dat wel geloven. En anders gaan we er gewoon een keer iets heel moois mee maken, dus dan zie je ze vanzelf wel allemaal voorbij komen. Maar ik heb in ieder geval nu super veel kleurtjes, dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb nog meegenomen nieuwe pennetjes. Dit zijn mijn favoriete fineliners die ik echt super veel gebruik in de maatjes die ik ook echt heel veel gebruik. Dus dit is voor het tekenen weer heel erg fijn. Daar ben ik heel erg blij mee. En we hebben dit meegenomen. Dit is een vernis die ik over mijn schilderwerk heen kan doen. En zoals jullie vorige keer bij mijn telefoonhoesjes hebben gezien, had ik heel erg veel van die strepen erop zitten. En als het goed is, kan ik hem hier dan gewoon mee insprayen. Is hij goed beschermd, gaat hij mooi glanzen en krijg ik geen strepen. Maar waarschijnlijk druipers, omdat ik hem weer te dichtbij hou. Maar dat gaan we gewoon testen. Maar daarvoor moet ik wel elke keer naar buiten. Dat kan ik niet hier gewoon doen. Dus dat vind ik dan wel weer een drempeltje. Naar buiten gaan. Oké, dat was deze tas. Next. Dan hebben we hier degene waar ik echt voor ging in de winkel, want dit was echt nodig. Super veel nieuwe verf. Want dat is wel, als je heel veel schildert, dan gaat het ook een keer op. En het was niet zo heel veel meer, dus het was echt nodig. En ik heb eigenlijk alleen maar de kleuren meegenomen die ik echt het allermeeste gebruik. Heel veel roze kleuren, paarse kleuren. Oh, dit is een halfdekkende. Toch niet goed opgelet, hè? Toch niet goed opgelet. Ik wil altijd volledig dekkend. Ik vind deze kleur echt heel erg mooi, die ik heb gehaald. Dit was vroeger mijn favoriete paarskleur, maar nu ik deze er zo naast zie, denk ik dat we overgaan op deze. Dit is trouwens de achtergrondkleur van dit en bijna ook de achtergrondkleur van mijn studio. Ik heb heel veel van die blauwige kleurtjes meegenomen. Lichtrozige kleurtjes. Gewoon eigenlijk de kleuren die ik het allerliefste gebruik. Want dat waren ook degenen die op waren. Heel veel zwart, heel veel wit en deze groen. Omdat Mille die zo graag wilde. Die maar, ga je waarschijnlijk heel veel ja, gebruiken. Zal je zien. En ben ik er zo meteen natuurlijk vet blij mee. Want ik heb ook nooit een goede groen. Ik heb nu wel sap green gekocht. Die had ik ook niet. Dus ik heb nu wel eindelijk een keer een fatsoenlijke groen. Want elke keer heb ik alleen maar knolgroen of neongroen. Heel veel gewone bruin tintjes. Hier twijfelde ik over. Dit is een grijsblauw. Ergens vind ik dit een heel leuk kleurtje. Wordt vast ook weer mijn favoriete kleur. Maar voor nu had ik nog steeds van, ik weet niet. Hier twijfelde ik nog over of ik deze mee wilde nemen. En hetzelfde over deze grijze. Ik heb ze toch gedaan. Terwijl grijs meng ik eigenlijk altijd met wit en zwart gewoon. Dus ik snap niet zo heel goed waarom je echt per se grijze verf zou willen kopen. Maar ik heb het gewoon gedaan. Want misschien ben ik er heel blij mee dat ik het niet elke keer hoef te mengen. En nog een zwarte. En dan is dit wat ik allemaal heb gehaald vandaag. Oh nee, wacht. Ik heb ook nog twee van deze. Eén voor jou en één voor mij. Maar wat ik erop ga maken weet ik nog niet. Maar dit komt altijd van pas. En deze zijn extra groot. Volgens mij groter dan die hier hangt. Yep. Gouden glitter is bijna droog hoor. De paarse glitter. Zie je, hij is nog steeds nat. Die paarse glitter duurt echt zo lang. Ja, of hij blijft gewoon altijd glanzen. Dat het nee, blijft. Want hij is hier wel gedroogd. Zien we die glitter nou echt heel goed? Nou, ik weet niet hoor. Maar inderdaad, ik vind hem een beetje metallicer uitzien. Nou, nee, ik zie wel glitter. Maar inderdaad, heeft ook wel wat metallics. En dat was het. Dit is alles wat ik heb gehaald. Het lijkt eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel, hè, als je het zo ziet. Kan je nagaan hoe hard dat gaat als je je geld wil uitgeven in een winkel. En je goede verf wil halen. Maar ik ben er wel heel blij mee. Want hier kan ik wel weer een hele tijd mee vooruit. Ik ben heel erg benieuwd wat jij het allerleukste vindt dat ik vandaag heb gekocht. Laat maar even weten hier beneden in de reacties. Dan was dit weer deze video. En dan zie ik jou volgende week weer terug bij een nieuwe video. Doei doei!